geweldig hebben alle Russische helikopters in de tijd. Een helikopter begint met een H, dus de naam is ook een naam met een H. Daarom heet hij Heinz. Het is eigenlijk een Mil 25, soms een Mil 35, dat weet ik niet precies. Maar het is in ieder geval een helikopter die bedoeld is om daarmee aanvallen uit te voeren op grondtoelen. Zo simpel is het. Dat wij een kind hebben gesteld. Maar we wilden er geen, want we hebben al zulke leuke. Met andere woorden, Veerle Jansen is haar moeder kwijt. En ik weet heel zeker dat moeder Jansen haar Veerle terug wil hebben. Ze wordt nu liefdevol door een medewerker van het Rode Kruis naar de helikopter gedragen om Veerle. Dus als u mevrouw Jansen snel mogelijk, zo snel mogelijk naar de RBO-tent gaan ophalen. En dames en heren, zijn kinderen. Dat zien we dus weer. Kinderen die net zo'n oud zijn. Ja, hoofdkomma, inderdaad. En zo is het moderne leven. Maar zorg voor je eigen kinderen. Nou, het valt al mee, hè? Het valt dit keer is het echt geweldig. U doet het goed. We zijn bezig met de solo display van de Mi 24. Daar. Ik vind het wel mooi vliegtuig, maar mooi van lelijkheid uit. En laat zien dat het kan. En gelukkig inderdaad met de laaghangende bewolking komt hij er prachtig uit. Met een spiral curve. Naar beneden, die bladeren, die klapperen. En dan komt hij recht voor ongeveer uit. Een stukje te gaan hoveren. Stil hangen in de lucht en dan zijwaarts te gaan vliegen. Ja, daar komt hij aan. Zou dat nu gebeuren? Ja, kijk. Helikopterpiloot, een van die helikopterpiloten van deze 24 Heinz staat al. Die heeft een set op en staat. First stop, then land. Heel anders dan vliegtuigen. Hier landen en dan stoppen. Maar helikopterpiloten die stoppen hier en dan landen. Hij maakt hier een hovering turn. Dat is een zijwaarts vliegen. Heerlijk. Dit kan ook alles met zo'n helikopter sprinten. Ja, dat kan. En dan kan je dus eigenlijk een aantal helikopters met een mooie raket. Dan kan je een normaal volgepakte commando op te geven daarbinnen. Maar dan kijk, hij moet dan ook een krokodil.
waar de Amerikanen speciale aanvalshelikopters ontwikkelden, zoals de hier verderop staande Apache. Prachtig vliegtuig. Deden de Russen dat anders. Die namen gewoon een zeer betrouwbare, zeer gekende, in dit geval de Mil-8 helikopter. En daar gingen ze mee rommelen, net zolang tot ze dan deze helikopter hadden. En dat ook een aanvalshelikopter die zeer geducht was. Nou, we hebben gas gegeven voor een spiraalklim. Dat kan ook niet als je helemaal vol bent. Dit is zo'n vlieg dat het stil hangen. Ja, dat hangt dus enorm af van de vlieg. Je ziet dat hij echt in de hover hangt. Dus in de, ja, de hover stil hangen. En je ziet dat de rook van die motoren naar beneden geblazen worden. De enorme krachten die erop zitten. Oh, stop. Hij heeft even gekeken en dan komt die spiraal klim. Nou, dit vraagt vermogen. Van puur raw power. Ja. Verder doen we dat in de test. Hè. Ja. Maar de raast daar wel 3500 kilowatt. En helaas, ik ben niet goed in het omrekenen van kilowatten naar de, ja, weet wel. Naar pk. Dus doe jij eens. Dat is 4400 horsepower. Zo. 2400 pk. Toch een lekker dingetje. Wat weegt dat ding, Jan? Schoon aan de haak. 12 ton. Oké. Lekker zeker maar. 12 ton. Allemaal een beetje vergelijkbaar. Hetzelfde als die 1700 ook. Ja. En ook als de NH90. Dat is ook hetzelfde sfeer. Maar de Chinook ook bijvoorbeeld. Al die grote. Allemaal datzelfde, ja. Ja, 12 ton. Dat is wel een beetje het maximum wat je een beetje nog, waar je nog wat mee kunt. Ja. Nou, daar komt hij met volle snelheid aan. Het toestel kan een maximum snelheid halen van 180 knopen. Dat is ook behoorlijk hard voor een helikopter. De snelheid van een helikopter is beperkt. Hè. Die kan niet al te snel. Om de simpele reden dat dat heeft te maken met die bladen die dan vooruit en achteruit gaan. En die dan niet meer kunnen vliegen omdat ze te snel gaan. Dat strekt te ver om dat nu uit te leggen. Maar neem maar van ons aan, kan niet te hard. Nou, het komt er eigenlijk op neer dat een helikopter eigenlijk gewoon niet kan vliegen. Maar ondanks die beperking hebben ze alles bij elkaar gezocht en in de hulp van alles. Het is ook een bord als een vliegwagen. Eigen wake turbulence, een zacht turbulentie. Waardoor die prachtige rook, hè, dat is speciaal voor het Koningshuis natuurlijk, in mooie vormen aan het vliegen. Thank you.